Je luistert naar Topkapi Stories, een podcastserie van Topkapi Films, gemaakt door Fleur van den Bremer en Katelijne Bijn. Dit is de podcast over de liefhebbers. In 8 delen nemen wij je mee achter de schermen van deze bijzondere film van regisseur Anne van der Heijden en scenarist Marnie Blok. Een film over familiebanden, maar vooral over het zelfherstellend vermogen van de mens. In deze aflevering hoor je actrice Sanne Samine Hansen. In De Liefhebbers speelt zij Maria, een alleenstaande moeder en de jongste dochter van het gezin. Sanne Samine stond eerder vooral in het theater en dit is haar eerste grote rol in een speelfilm. We zochten haar op in Eindhoven, waar ze samen met Woody Veneman druk aan het repeteren was voor hun band Polly en Bruce. The actor and the lady killer lost themselves in a real life thriller. The actor did his best to replace the missing part. The lady killer used her cool to fill her empty heart. The day was black, the night was bright, her eyes went open wide. The lady killer found herself in the actor's arms so tight. Caressed his face, kissed his lips, moaning like a dove. Asking, is this just my headache? Or am I mad with love? Hey, die vogeltjes die hadden we wel op de... plaat op de ook, plaat, ja. Plaat kunnen zetten. Jij zingt helemaal met je ogen dicht. Ja, anders moet ik Woody te lang aankijken en dan raak ik afgeleid. Simon en Garfunkel, die keken eigenlijk tijdens het repeteren de hele tijd naar elkaars lippen. Om zo strak mogelijk, de timing zo strak mogelijk te krijgen. Ik kijk ook wel vaak naar jouw lippen. Ja, dat is de bedoeling. Wie zit er eigenlijk tegenover jou? Dit is Woody Veneman, muzikant en... van terrible uit Eindhoven. Nee, ja. Wij hebben samen een soort country duo. Wat ontstaan is 2 jaar geleden, 2 zomers geleden op Oerol. We zaten samen in een theatervoorstelling. En ik speelde en Woody maakte de muziek. Het is een uit de hand gelopen project, wat heel fijn is. Onze naam is Polly en Bruce. Ja, ik ben Polly en Woody is Bruce. Acteren dus en zingen, waar ligt je hart? Wij allebei eigenlijk. Dus ik hou heel erg van afwisseling en ik verveel me heel snel in alles. Of vervelen is zo'n negatief woord, maar ik ben altijd snel afgeleid. Dus altijd als ik iets doe, dan komt er op het juiste moment weer iets anders. En daardoor blijf je alles wel waarderen, denk ik. Maar was het dan zo 2 jaar geleden dat je met acteren een beetje dacht van... maar ik weet het nou wel. En dat muziek dus kwam. Nee hoor, nee. Maar alles gebeurt altijd tegelijk. Of bij mij in ieder geval. Ik weet niet of dat bij andere mensen ook zo is. Maar... Nou speel jij natuurlijk in De Liefhebbers. Daar gaan we het dadelijk nog uitgebreid over hebben. Maar ook jullie muziek kwam bijna in de film. Ja, dus op een dag was ik bij mijn ouders. Ik had een dagje vrij en mijn telefoon ging. En Anna, de regisseur van de film, die belde en die zei... Ja, ik heb nou van iemand van productie gehoord dat jij in een country duo zit... En er is een scène in de film waar jij voorleest aan Noah, dat is mijn dochtertje. En ik wil eigenlijk dat je daar zingt aan de telefoon. Hoe denk je daarover? En ik zei, ja, superleuk. En toen zei ze, ja, maar kunnen we natuurlijk geen bestaand nummer gebruiken. Want met rechten en zo, hoe denk jij daarover? En toen zei ik, nou, ik kan wel vragen of Woody iets wil schrijven. Maar die scène, die draaiden we nog geen week later... Dus ik zei, als je wil dat Woody iets schrijft, dan moet je Woody bellen. En toen heeft Anna meteen jou gebeld, hè? Ja, vrijdagmiddag. Ik stond in Breda in de regen en kreeg een telefoontje van... ja, ik wil eigenlijk een soort slaapliedje. Dus voor Sanne's karakter. En vrijdag zijn de opnames. Ja, heb ik mijn weekend opgesloten. Dus ik ben meteen naar huis gegaan. Ja, maandagochtend heb ik iets gestuurd. Dat was eigenlijk een repeterend ding met drie coupletten. En toen zei ze, ja, kan het middelste couplet nog een soort verandering daarin komen? Dus ja, Anna heeft bijna een beetje meegeschreven aan het lied. Het heet Here Comes the Night. En volgens mij is dat ook nog best lang in de montage zo geweest. Maar het heeft de eindmontage niet gehaald. Wel ons album.
Vond je het spannend om te zingen op de set? Er was geen tijd voor om het spannend te vinden, want het was... ik denk dat Woody was het was de enige dag dat jij op de set was, maar het was meteen hardcore. Het was heel koud en we draaiden boven. Ik zat in alle scènes die dag. Ik moest naakt. Ik moest met een kind. En aan het einde, en ik was ongesteld. Ik had geen tijd om mijn tampons te vervangen. Echt zo druk was het. Ik had een oortje in, want ik had de stem van Noah in mijn oor. Ik moest, je dochter? Je mijn dochter. Ik moest op mijn buik stil liggen in bed. Met mijn haar in een bepaalde positie waar Anna dan heel de tijd een mening over had. Dus die zat de hele tijd heerlijk aan me. Allemaal mensen in een hele kleine kamer, dus ik hoorde haar in het oortje, de gitaar in een ander oortje. Ik had een telefoon, ik moest een lichtje aan. Ik had 600 concentraties, dus nee, ik vond het niet spannend. Rooster crows to the drums of dawn. New day's breath dews the lawn. Birds chirping in the silver light. I leave my pillow longing for the night. The sun beams down on the honeybees through the flowers with the singing leaves. The moving waters twin the sky. I trace the clouds, longing for the night. Sudden twilight, bashful moon. The blue fades into violet maroon. The final rays, soon out of sight. She wears her dress, longing for the night. Weary horses bedded soft in the fields and meadows underneath the stars. Lay down your head, shut your eyes, don't be afraid. Here comes the night, don't be afraid. Here comes the night. Waarom hebben jullie eigenlijk voor country muziek gekozen? Het is een beetje de smartlap in het Engels. Dat voelt eigenlijk heel natuurlijk. En om over de verdorven en gemiste liefdes te zingen. Dat was al een beetje ons thema. Het is ook een genre waar de samenzang heel belangrijk is. Waar het lekker is om partijtjes uit te zoeken. En ja, dat je lekker met z'n tweeën kan kwijlen, zeg maar. Ja. Hoe is dat voor jou? Ja, ik vind heel wat leuk aan acteren, vind ik samen spelen. Ik zou er niet aan moeten denken om in mijn eentje op het podium te staan. Dus dat is eigenlijk hetzelfde als nu. Dat samen zingen is echt super fijn. Ja. Het is een hele muzikale gebeurtenis hier. In de zin van, er staan hier hoeveel platen ongeveer? Ik denk iets van 2000 of zo, 2200. Alle genres? Alle genres, ja, toch wel. Misschien geen gabber en geen slager. Maar wel dingen die er in de buurt komen. Ze is een plaatje opzetten, Fleur? Ja. Sanne, kies jij wat? Oh, mag ik iets kiezen? Nou, soms doen wij iets leuks, hè, Woody? Dan ben ik hier bijvoorbeeld. Ja. En dan moet je blind kiezen. En dat zegt dan iets over... Ja, dan kun je dan iets mee. Beetje tarot, maar dan... Ja. Kaarten tarot. Ga je dat nou nu doen? Ga ik nou doen. Oké. Dan ga ik hem opzetten. Oké. Wel echt je ogen dicht. Ja. Je mag ook nog door je knieën zakken. Weet ik. De Bogtrotters. Ja, jaren 40. Dus, 30 eigenlijk nog. Jesse James, zet ik op. Een ballad over de bekendste en meest sexy boef uit de geschiedenis. Man, you're right.
country uit. Ja, kon niet anders. We hebben in een interview gelezen dat later, als jij groot werd, dolfijnentrainster wilde worden of moeder. En daar speel je in De Liefhebbers, speel je een moeder. Hoe was dat voor je? Ja, wel bijzonder, want ik heb zelf geen kinderen. Of nog niet in ieder geval. En zij is 8. Dat was wel bijzonder, ja. Ging vrij natuurlijk. Ook buiten de scènes om. Ik weet nog dat Anna, op een gegeven moment moest ik Rebecca in de auto zetten. En dan tussen de scènes door zei ik dan ook, ja, pas op met je vingers. En toen zei Anna ook, ja, jij bent gewoon een moeder. Het is echt ongelooflijk. Ja, je verkoopt het. Dus ja, dus blijkbaar ging het goed. En het was ook een super fijne kind om mee te doen. Lekker eigenwijs. En dat was denk ik de eerste keer met De Liefhebbers. En nu ga ik een project doen waarin ik 4 kinderen heb. Straks. En dus scènes aan de eettafel met... Niet met die dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd. En in een afgelopen project was ik zwanger. En heb ik gedraaid met een baby. Nu 4 maanden lang met een baby. Die dan 3 verschillende baby's in 3 verschillende leeftijden. Ja, het is de leeftijd. Maar ik vind het wel leuk hoor. De film De Liefhebbers wordt beschreven als een ode aan het zelfherstellend vermogen van de mens. Ja, dat snap ik wel. Voor Maria gaat het over haar eigen kracht vinden. En echt geloven dat ze zien wat ze eigenlijk allemaal doet. Want ja, ze is heel veel bezig in het begin van de film met wat iedereen van haar vindt. En dan vooral de vader en wat ze allemaal fout heeft gedaan. En wat is eigenlijk een beetje buitenbeentje van het gezin. Ze komt uit een rijk gezin, maar ze kiest er bewust voor om kapster te zijn in een... minder bedeelde buurt van Rotterdam. En dat vindt ze... Ze wil gewoon haar eigen boontjes doppen. Dat doet ze niet, want ze krijgt nog geld van haar ouders. Maar daar heeft het heel moeilijk mee. En uiteindelijk vindt ze wel die kracht in zichzelf om te zien van... Oh, wacht. Ik heb wel die dochter in mijn eentje opgevoed 8 jaar lang. En ik heb een huis en ik heb het eigenlijk gewoon wel goed voor elkaar. En buiten dat ze dan een kind heeft, was het herkenbaar voor je? Ja, ik denk dat iedereen daar... wel natuurlijk iets in herkent. Voor mij... laten zien. Ja, het is een moeilijke vraag. Dat raakt ook een gevoelige snaar. Dus misschien komt het daardoor. Ja. Kan je altijd wel iets van jezelf dus kwijt in een rol? Ook al is het iemand die best wel ver van je afstaat. Of ben je op dat moment gewoon echt helemaal iemand anders? Nee, ik zit daar ook nog wel in. En het is wel interessant misschien om te vertellen. Ja, Woody weet dat. Ik ben best wel spiritueel. En... dus ik ging auditie doen voor die rol. En ik dacht eerst... Ja, waarom vragen ze mij daarvoor? Ik ben helemaal niet bekend. Dus ik ga het toch niet krijgen. Ik zal wel voor de sier gewoon voor opvulling komen of zo. Op die castings, dat dacht ik. Maar toen las ik het script en toen dacht ik... Ja, man, ik moet dit echt spelen. Dus ik ging helemaal shoppen voor die rol. Ik had 2 van die Japanse eetstokjes in mijn haar. En ik had helemaal die rol... Ja, ik zag het gewoon helemaal voor me. Ik dacht... Die auditie ging supergoed en ik had die rol niet. Ik dacht, ja, oké, okay, ja, dat niet. En toen was het Nieuwe Maan en ik noem het Nieuwe Maan altijd... nou ja, een soort voornemens of zo. Dat je denkt, oké, okay, waar sta ik? Wat zou ik anders willen? Of of wat voel ik? En wat wil ik doorzetten of wat wil ik veranderen of zo? En toen heb ik opgeschreven, ik heb dat briefje nog... Omdat die rol van Maria is zo... Zij is zo rauw in contact met haar emoties... Dat is zeg maar 1 draad, hoofd, hart bij haar. En alles komt meteen uit. Ze heeft geen filters. En ik heb heel erg dat wel. Ik weet nooit of ik iets denk of dat ik iets voel. Dus ik schreef op, als ik er persoonlijk iets aan heb om die rol te spelen, dan zou ik graag willen dat het alsnog zo uitdraait dat ik hem speel. En een maand later belde Kemna of ik nog eens wou komen auditeren. Toen dacht ik, nou zal ik hem godverdomme hebben ook. Ik heb altijd op alle vlakken het gevoel dat ik tekort schiet. Waarom? Omdat Sam en je broers gestudeerd hebben, veel geld verdienen... en jij er altijd maar wat achteraan gehuppeld hebt. Nou ja. Nee, laat me even. Het is niet zoals ik het zie. Het is zoals je het zelf altijd gezien hebt. Terwijl jij meer dan die andere 3 het talent hebt om te leven. Noah boft met jou. Moet je kijken hoe sterk ze is.
Dat komt door die tonnen vol liefde die jij over haar uitstort. Auw. Oh, sorry. Wat heb je er nou uiteindelijk uitgehaald? Ja, het is heel moeilijk uit te leggen in woorden, denk ik. Anna hielp daar ook heel erg in. Zij wou heel erg die randjes opzoeken van... ze heeft zichzelf gewoon niet echt onder controle. Maria, ze heeft haar emoties niet onder controle. Dus alles stroomt heel de tijd. En dat is, als je dat eenmaal openzet... Voor mij werkt dat zo in ieder geval. Als je dat dan openzet, die periode... Want dat is toch een periode van hoe lang hebben we gefilmd? Augustus tot en met oktober... Dan zet je iets open in je lijf en je lijf herkent dat dan. En dan verschuift er toch iets. Bijvoorbeeld de emotie woede of de emotie verdriet. Als je gewend bent om... Alles werkt in patronen, toch? Dus als je iets voelt, dan straf je jezelf af. En dan wil je dat niet voelen, bijvoorbeeld. Dat kan een patroon zijn. Maar dat is heel extreem gezegd. Dat is bij mij niet zo. Maar ik herken soms niet of ik iets denk, of iets een gedachte is of een gevoel. En door die rol van Maria te spelen en door die gevoelens zo heel de tijd naar de oppervlakte te brengen, herkent mijn lichaam nu sneller of iets een gevoel is of een gedachte. Zijn er bepaalde scènes in De Liefhebbers die heel erg zijn bijgebleven? Sowieso alles. want het was echt fantastisch om te draaien. Maar aansluitend op wat ik net vertelde, is er één scène waarin de vader van Noah, die opeens weer voor mijn neus staat, haar meeneemt naar de Efteling. En dat zij dus weggaat en ze stapt bij hem in de auto. En dan wil ik natuurlijk voor haar heel blij zijn en niet laten zien hoe moeilijk ik het vind. En dan rijdt die auto weg en dan breek ik in 1000 stukken. Waarom is die scène jou zo bijgebleven? Ja, dat klinkt dan zo misschien oneerbiedig, maar het is ook technisch was dat heel interessant om te spelen. Omdat je dus heel de tijd moet spelen. Ik ben heel verdrietig, ik vind dit heel moeilijk, maar nee, niks aan de hand en heel veel plezier. En ik ben ook spelen, ik ben een onafhankelijke vrouw en ik doe het allemaal prima zonder jou. En nee hoor, neem er maar mee, tuurlijk, ik ben de moeilijkste niet. En dan gaat die deur dicht en dan zo zwaaien. En dan wist ik als Koen de camera draaide op mij, dat ik gewoon zo klik moest doen. Ja, ik vind dat gewoon vet als het dan lukt. En met klik bedoel je huilen? Breken gewoon, ja, maakt er niet uit. Anna zei dan niet van, je moet nu huilen. Maar ze zei dan, ik wil dan gewoon zien dat dit het moeilijkste moment uit je leven is. En actie. Hey. Hey. Hi. So very pleased to meet you. Hey Noah, I'm Tammy. Look, I brought you something. I gave her a phone and I explained her the Translate app. This is really crazy. But it's okay. We'll manage. You want to come to the Efteling with us? Okay, let's go, come on. Nootje. Hoe was het voor jou om te werken met Anna? Ja, fantastisch. Ik vind haar echt een topwijf en fantastische regisseuse. En ik heb nog. Dit was mijn eerste speelfilm, dus ik kan niet zeggen, zoals Beppi bijvoorbeeld. Zij zou kunnen zeggen van. Dat is dan eventjes. Nu klap ik uit de school, maar Beppi zei tegen mij in de trailer. Is beste regisseur met wie ik ooit heb gewerkt. Dus dat kan ik niet zeggen, want. Ik heb er de ballen verstand van. Maar ik vond, zij duwde mij echt in alle krochten van dat personage. En zij kent alle personages van de film zo goed, dat ze heel goed wist wat ze wou zien. En ze had wel voor Maria, omdat
Ze wou een lijn maken, maar ze wou ook nog in de montage kunnen kiezen. Dus we hebben heel veel scènes en sterk gedraaid en gebroken. Dus dat was gewoon... En ze zei... Heel vaak kwam ze tussen de takes door nog. Ja, maar ik wil dat je daar breekt en dan moet je daar weer. En echt alsof... Ja, echt als een dirigent gewoon. En ik vind dat heel fijn. Dat iemand gewoon heel goed weet wat hij wil. En ik ben echt veel beter gaan spelen. Ik had het zonder haar. Het is 50-50 echt. Het is je eerste speelfilm. En dan ook nog met zo'n doorgewinterde sterrencast. Hoe was dat voor jou? Als groentje. Ja, vet, toch? Ja, superleuk. En leerzaam. En dat is een cadeau. Beppie is gewoon een icoon. Ik denk, heel spelend, acterend Nederland kent haar als actrice. En sowieso als fantastisch lieve, warme vrouw. Maar zij is ongelooflijk getalenteerd en ervaren. Dus als je dan met zo iemand op de set mag staan... En trouwens, dat geldt voor iedereen daar, hoor. Want iedereen heeft heel veel ervaring en weet heel goed waar hij mee bezig is. En iedereen stond zo goed in zijn kracht ook. Het is heel goed gecast. Dus het was, ja, alles viel gewoon op zijn plek. En als je dan daar mag... Als je daar dan wordt ontgroend, als het ware, ja, dat is heel fijn. Nu een beetje met jou kletsen, sijpelt er een accentje bij jou doorheen. Terwijl in de film praat je gewoon helemaal accentloos Nederlands. ik kom uit Noord-Limburg, uit een dorpje waar iets meer dan 700 mensen wonen. Aan de Maas, prachtig idyllisch dorpje waar we dialect spreken gewoon. En ik heb gestudeerd in Maastricht en daar... leren ze je dat accent af. Dus als ik werk, dan mag je natuurlijk niet horen dat ik uit Limburg kom. Want dat is raar. Want dan vertel je iets over een personage wat helemaal niet per se zo is. Dus, maar als ik als mezelf ontspannen praat, dan kan het niet anders dan dat je dat af en toe hoort. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Vind ik zelfs gezellig. Moet je nu ook nog wel eens rollen spelen waarin je dan een ander accent doet? Ja, ik 2 jaar geleden een voorstelling gemaakt bij Toneelhuis in Antwerpen. Daar spreek ik... plat Antwerps. En ik ben nu tweede seizoen van Undercover aan het draaien. En daar speel ik een Zeeuws meisje. Dus dan spreek ik Zeeuws. Doe eens. en je dacht, ik breng dat glas naar dat meisje. Die ziet eruit alsof ze haar afwast. Hoe leer je dit? Dit is best wel ingewikkeld, want het zijn natuurlijk best wel lappe tekst die je dan in een accent moet doen. Bijvoorbeeld dat plat Antwerps, ik ken het een beetje, is heel moeilijk. Ja, en als je dat dan de eerste keer doet, dan denk je, hoe de fuck gaat me dit ooit lukken? Maar ik heb het laten inspreken door iemand, mijn tekst. En als je dan, je repeteert 9 weken, dus als je dan 9 weken in die taal zit, dan gaat het toch, ja, toch wel vanzelf. Maak je dan geen zorgen dat het wel of niet geloofwaardig overkomt? Tuurlijk, maar ik ben wel van fake it till you make it. En dan gewoon scheid hebben, want anders lukt het niet. En dan is het wel... Tuurlijk, als je dan... we hadden dan première van die Richard Drey speelden we. En dan in Antwerpen. En dan moet ik dus voor heel spelend Antwerpen die dan komt kijken... Antwerps gaan praten. Als je daar te lang over nadenkt, dan krijg je een hartverzakking. Dus ik denk gewoon niet na dan en ik dan doe het dan gewoon... En als je dan achteraf hoort dat het goed was, dan ben ik wel opgelucht natuurlijk. Ja. Ja. Ik heb wel weer zin in een beetje muziek, was jij? Oh ja. Woody. 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 Ja. Heb je zin om nog een nummertje te spelen? We willen muziek doen. Je bedoelt the song that started it all. Ja. Dus we nog maar weten. Ja. Zo. Hoe lang hebben we deze al niet gespeeld? Nou, hoe vaak hebben we deze al niet gespeeld? 40. 50. Vaker. She loved a man whose name was Tom. Strong as a bear and 2 yards long. She loved a man whose name was Dick. Big as a barrel and 3 feet thick. And she loved a man whose name was Harry. 6 feet tall and sweet as a cherry. But the one she loved best, awake or asleep, little Willy Wee and he's 6 feet deep. Tom, Dick and Harry were 3 fine men. And I'll never have such loving again. But little Willy Wee, who took me on his knee. Oh, little Willy Wee's old.
me and roll me on the ground. Oh. So whenever she loves another man back, Johnny from the hill or Sailing Jack, she always thinks as they do what they please of Tom, Dick and Harry, who were tall as trees. But most she thinks when by their side of little Willie Wee, who down and died. Oh, Tom, Dick, and Harry were three fine men, and I'll never have such loving again. But little Willie Wee, who took me on his knee, oh, little Willie Weasel, little Willie Weasel, little Willie Weasel, is the man for a she. Nou. Nou, hij zat nog. Na 6 maanden niet. Nee, hoe lang hebben we dit? Misschien hebben we het al 4 maanden niet gespeeld. 5. Zoiets. Ja. Wie moet er eigenlijk nog repeteren dan? Oké, jongens, we laten jullie weer repeteren. Brengen jullie ons even naar buiten? Ja. Hey. Nou, bedankt. Yes. Houdoe en bedankt. En, hey, die gast. Huh? De overkant. Nee, stel ik alweer. Nee, ja, dat is Jeroen. Jeroen Krab. Jeroen Krab. Jeroen! Hey. Jeroen! Wat doet Jeroen nou in Eindhoven? Nou, tot de volgende keer. Ik vond het leuk. Ik hoop jullie ook. Meer over deze film vind je op www.topkapifilms.nl.